Bunch of Jigga the Real Snake in the place. Ja, wat moet ik zeggen? Fucked up. Buckle up. Het gaat vanaf nu alleen nog maar erger worden met de maatregelen. Je moet je als samenleving gaan afvragen of dit de manier is hoe je wil gaan leven voor de rest van je leven. Want virussen en ziektes die gaan blijven komen. En wat voorheen het geval was, wij leerden leven met de virussen. Wij leerden leven met ziek worden. Wij leerden leven met doodgaan. Maar nu zijn we gestopt met leven omdat we angstig zijn om dood te gaan. En dit is nog nooit en te nimmer in de hele geschiedenis van de mens gebeurd. En nu staan we allemaal voor de maatregelen. De maatregelen zijn de norm geworden. De norm zal ten alle tijde de volksgezondheid moeten zijn. Maar niemand vraagt zich meer af, dienen de maatregelen ook de volksgezondheid? Zijn we ons doel vergeten? Maar nu is er een spel gecreëerd dat we niet eens meer besmet mogen raken. We mogen helemaal niet meer ziek worden. Vroeger mocht je gewoon ziek worden, maar nu mag je niet meer ziek worden. Het ziektebeeld is niet veranderd. De ziekenhuizen zijn al jaren overvol. Vraag jezelf eens af, zou jij nog weten dat corona er was als de media er helemaal niet meer over zou zeggen? Waarom heb je je nooit druk gemaakt in 2016, in 2017, in 2018, toen de IC's, de ziekenhuizen, stampenvol waren? Waarom maakte jij toen niet druk over al die besmettingen? Ten eerste, je wist helemaal niet dat er besmettingen waren. Dit is de eerste keer dat wij besmettingen tellen. Maar als je 2 jaar geleden bijna 10.000 doden had aan de griep, wat denk je wat daar aan besmettingen bij zaten? We tellen vanaf dit jaar pas de besmettingen, daarom komt het zo heavy binnen. Er is een constante angstpromotie. Elke dag weer opnieuw. Hier 5000 nieuwe besmettingen. 6000 nieuwe besmettingen. En dat klinkt heel beangstigend. En ik snap dat je daar ook bang van wordt. Maar ik vraag me gewoon af. Waarom zijn wij vergeten dat wij ziek mogen worden? Vroeger was ziek worden gewoon helemaal normaal. En dat was helemaal oké. Heb je een griepje, dan blijf jij thuis. Hey, ik voel me niet zo lekker vandaag. That's it. Dat was het. Dat was helemaal oké. Maar nu zijn we een spel aan het spelen om niet meer besmet te raken met virussen. Maar moeten wij niet leren leven met virussen? Want één ding is zeker, we kunnen niet leven met deze maatregelen. Wanneer je dit beleid blind volgt, ben je geen slecht persoon. Nee. Weet je waarom? Omdat je intenties zuiver zijn. Jij wil alles opgeven. Je eigen vrijheden, je eigen leven wil je stopzetten. Omdat je mensen wil helpen. Dat is jouw gedachtegang en dat is jouw intentie. Dat is een hele mooie intentie en dan ben je een prachtige persoon. Maar waar je voor moet waken is dat je geen last krijgt van tunnelvisie. Wat er nu gebeurt is dat heel veel mensen hun objectieve blik verliezen. En waarom verlies je je objectieve blik? Omdat er overal angst heerst. En dan ga je niet meer leven, dan ga je overleven. En dan is er geen tijd meer voor een objectieve blik, geen tijd meer voor kritisch geluid. En dan volg je alles blind. Ik wil je wel even gewoon herinneren, waarvoor doen we dit allemaal? We doen dit allemaal voor de volksgezondheid. Dat is de norm. Luister goed, ik ben pro-maatregelen als deze de volksgezondheid dienen. Maar ik ben tegen de maatregelen als deze de volksgezondheid schaden. Dat zou voor ieder de norm moeten zijn, toch? Iedereen moet de norm hebben volksgezondheid. En wat betekent volksgezondheid? Zo weinig mogelijk leed en zoveel mogelijk leven. Dat is wat volksgezondheid betekent. Wanneer je ja zegt tegen deze maatregelen, je ja tegen heel veel dingen. Je zegt ja tegen uitgestelde zorg. Kankerdiagnoses die niet meer gesteld worden. Mensen die uitzaaiing krijgen over hun hele lijf sterven aan de gevolgen van uitgestelde zorg. Je zegt ja tegen operaties die niet meer doorgaan. Je zegt ja tegen gehandicapten die worden opgesloten. Je zegt ja tegen de ouderen die worden opgesloten. Je zegt ja dat de economie ten gronde gaat. De horeca is bij deze overleden. Heel veel mensen zullen werkloos gaan worden. En werkloosheid gaat weer gepaard met mentale problemen. Psychische problemen. Mensen hebben geen geld meer om rond te komen. De voedselbanken trekken het niet meer.
We zouden toch ten alle tijde ja moeten zeggen tegen de volksgezondheid, toch? En is dat hetzelfde als ja zeggen tegen de maatregelen? En naar mijn opinie, als jij ja zegt tegen deze maatregelen, dan zeg je nee tegen de volksgezondheid in de bredere zin. Je moet ook beseffen wie deze maatregelen allemaal doorduwen. Een minister van volksgezondheid die mogelijk medicijn tegen de C wegduwde. Is de minister bereid om hydroxychloroquine beschikbaar te maken voor de eerste lijn? Nou, dat ben ik niet. Terwijl een arts op de frontlinie mensen was aan het genezen met dat medicijn. En wat blijkt nu achteraf? Gepubliceerd door de mainstream media, zodat je het tenminste gelooft. 53% minder IC-opnames. Als de mensen dit krijgen in de eerste linie. Want deze dokter moest stoppen met het genezen van patiënten. Deze dokter moest stoppen met zijn werk doen. De minister-president die verkondigt dat de druk op de zorg te hoog wordt. Dat de IC overbelast raakt. Terwijl deze minister-president al jaren aan het bezuinigen is op de IC. Vraag aan alle artsen waar hun IC-bedden zijn. Nu geef je de mensheid de schuld dat ze het gore lef vinden dat ze ergens nog durven te leven. Er gebeurt nu iets heel ergs met de mensheid en niemand praat erover. Niemand praat erover, want dat is de norm die gecreëerd wordt. Toch? Geen kritische geluiden tegen het beleid, hè? Maar als het beleid schadelijk is voor de mensheid, dan ga ik spreken. Ook al is de maatschappelijke druk zo hoog. Als je dat niet doet, dan kijk je weg. En als wegkijken de norm is geworden, dat betekent niet dat het goed is. Omdat iedereen zegt dat iets slechts goed is, dat maakt het nog niet goed. Goed is goed en slecht is slecht en daarom spreek ik. Ik zeg nee tegen deze maatregelen. En ik zeg ja tegen de volksgezondheid.